Ron Vlaar, het eerste allerbelangrijkste. Hoe is het met je? Ja, het kan beter. Het moment gehad in mijn hamstring vlak voor rust. Niet de botsing, maar op het moment dat ik afzette. En, ja, er is een echo gemaakt en het lijkt op een scheurtje. Dus dat is niet heel positief. Maar dat kunnen we pas over 2 dagen echt met zekerheid vaststellen. Ja, een scheurtje in de hamstring. Dick van der Toren heeft er een mening over. En heel veel mensen hebben een andere mening erover. Wat denk je zelf? Nou ja, goed. Vorig jaar heb ik met Sparta zo een momentje gehad. Alleen dit was wel wat heftiger. Dus ja, ik kan daar voor des nog weinig over zeggen. Maar het voelt niet top aan. Nee. En zo wordt een vervelende middag voor jou dan nog extra vervelend? Ja, dit is wel een domper. Ik voelde me eigenlijk heel goed. Ik barst eigenlijk van de energie. Alleen komt dit heel slecht uit natuurlijk. Dan naar de wedstrijd. Jullie verliezen, dat heb jij misschien niet meegekregen in de slotfase met aardig veldspel. En in de beginfase niet. Kan je het verschil verklaren? Hoe kan dat zo in één keer kan kantelen? Ja, heb je het nu puur over de tweede helft of over de hele wedstrijd? Ajax was beter, maar in de slotfase staat Feyenoord er ineens en kan het zomaar 2-2 worden. Ja goed, na die goal hè, dan gaat iedereen weer erin geloven. En, goed, ik heb de tweede helft heel weinig van gezien. En dat is gewoon jammer. Dan moet je een beetje geluk hebben, maar dat zat er vandaag niet in helaas. Voelde je je kansloos de eerste helft? Nou ja, niet kansloos. Als het 0-0, zolang het 0-0 blijft, is niks aan de hand. En de goal die we tegenkrijgen uit de spelervatting was totaal niet nodig. Dus dan speel je misschien helemaal niet goed. Alleen ja, dan leef je nog wel. En 0-1 wordt een stuk moeilijker, zeker tegen Ajax. En wat ik begreep, zijn we vlak na rust goed weggekomen. Ja goed, en als het uiteindelijk dan 1-2 wordt, ja, dan hoop je natuurlijk nog dat je een puntje pakt. Maar dat zat er niet in. Op een gegeven moment keert het publiek zich tegen jullie en met name tegen Karim El Amadi. Die wordt gewoon keihard uitgefloten. Wat vind jij daarvan? Ja goed, dat heb ik niet meegekregen. Nee, maar ik lieg niet. Nee, oké, ja goed. Wat ik daarvan vind. Ik heb de beelden niet gezien. Ik weet niet of hij wel of niet goed gespeeld heeft. Nou ja, volgens het publiek dan niet. Ja goed, dat hoort niet. En ik kan daar niet goed over oordelen. Dus. Zou je daar een soort van oproep aan willen doen? Van joh, van uitfluiten gaat nooit iemand beter voetballen? Ja, dat is sowieso een feit. Alleen, als je achter staat en het loopt niet, ja, dan is er een stukje frustratie. Maar goed, het hoort natuurlijk niet. Als het gat op de ranglijst tussen Ajax en Feyenoord zo groot is, mag je deze wedstrijd dan nog wel een klassieker noemen? Ja, een klassieker is het sowieso. Of het een topwedstrijd is, dat is denk ik een betere vraagstelling. Maar feit is gewoon dat zij wel meer kwaliteit hebben dan wij. En wij zullen daarin moeten compenseren. En ja, daarin zijn we niet geslaagd vandaag.